Ja, we gaan zeker nabeschouwen hier in het business zone van de voetbalvereniging Nunspeet. En dat doen we met de beide trainers natuurlijk deze wedstrijd. 3-3, je zei het al Erik, eindigde de wedstrijd. Johan de Man, trainer van SCV Barneveld aan de ene kant. En aan de andere kant Erwin Brem, trainer van Nunspeet. En we beginnen zoals gebruikelijk altijd natuurlijk met de trainer van de gasten. Ja Johan, 3-0 na 48 minuten en dan toch op 3-3. Een meevaller? Ik wil niet zeggen dat je daar blij mee moet zijn, of moet zijn, mag zijn. Ja, eigenlijk het feit dat wij gewoon dit nooit moeten laten gebeuren. We hebben gewoon geprobeerd het doel van tevoren al flink onder druk te zetten in het begin. De gretigheid daarin, dat was best wel goed allemaal. Alleen de uitvoering was gewoon ver te zoeken. En dan zie je met die twee doelpunten, wat ik dus al aangaf, dat we dwongen om lang te spelen. Nou, om twee keer ik kom naar een doelpunt uit, zeg maar. Niet nadenken en direct afwerken. Ja, dan moet je jezelf aanrekenen. Dus dat wil je zeggen dat je mag blij zijn met het punt. Ja, want die twee doelpunten in de eerste helft, begin al na 5 minuten en dan op slag van rust, kwamen een beetje uit de lucht vallen toch? Ja, dat zeg ik wel. Als je denkt 35 minuten de helft van de tegenstander balbezit en vervolgens staat toch met 2-0 achter. Ja, dat is best wel een vreemd idee, een vreemd gevoel waar je mee in de rust in gaat. Terwijl jullie wel het meeste balbezit hadden. Ja, dan geef ik aan 35 minuten, denk ik. En, maar ja, als je dan 2-0 achter staat, dan doe je iets niet goed, denk ik. Want de gretigheid was er wel, maar de uitvoering, met name in balbezit, in de eindfase, was gewoon een hele hoge maat. Erwin, deceptie mag ik wel zeggen. Deceptie, als je 3-0 voor staat, in de 80s, dan moet je mij eigenlijk op een streep brengen. Maar ja, dit is blijf voetbal en dan zie je dat er gekke dingen kunnen gebeuren. En ik doe zeer, doet pijn. Maar joh, alle eerlijkheid over de goed te zien, het veldspel, is misschien wel een terechte uitslag. Alleen, dat zeg ik, als je 3-0 voor staat in de 80s, dan moet je mee voor over de streep trekken. Maar er gebeuren verschillende dingen en dan moet je heel snel eerst naar trekken. Wat gebeurt er dan? Ja, kijk, eerst gewoon de eerste helft moet ik onze ploeg gewoon een groot compliment geven over hoe we onze story staan. Hebben we aangegeven dat er eigenlijk vanuit de omschakeling, als we daar de paas nauwkeurigheid in goed houden, dat er heel veel ruimte en mogelijkheden voor ons liggen om daar vanuit te voetballen. Ja. Dat deden we 2-3 keer redelijk. We maken daar wel vanuit de niets eigenlijk 1-0. Fantastisch weer het doelpunt. 2-0 hetzelfde verhaal. Na de 1-0 komen we eigenlijk heel goed weg. De bal te lang bij de tegenpartij. Maar voor de rest hebben we de eerste helft weinig van niks weggegeven. Dus dat is een groot compliment. En dan valt eigenlijk 2-0 naar weer werelds. Dat kan applaudisseren. Ja, ga je ook steeds op de rust in. Maar dan weet je ook dat het gaat stormen naar de rust. Nou ja, vanaf minuut 65-70 kregen we het moeilijk. De organisatie niet meer. Tweede bal hadden we niet allemaal. De paasnauwkeurigheid werd heel onzorgvuldig. We kwamen eigenlijk zelf weer naar voetballen toe en dan was het tegenhouden. Nou, dat doen we goed tot de 80e minuut. En vanuit het niets valt eigenlijk die 3-1. Vanuit de voorzet vanuit de zijkant. Die er tegenaan loopt. Ja. 3-2 valt er snel. Goede aanval van hun. Wij lopen er ver achteruit. Ging de ruk naar voren toe. Nou ja, goed. En die 3-3 hebben we eigenlijk al besproken intern. Ja, dan moet je gewoon in de hoek moet je gewoon over zijn en rossen. En daar niets om tot overtreding maken. En uiteindelijk komt daar het doelpunt uit. Ja, dat moet je zelf aanrekenen. Dat is een hele dure fout. Ja, even kijken nog naar de afgelopen weken. Hè. Met name spelers die je moet missen. Jonathan van Tol, vorige week geblesseerd eraf. En een Steek Ricoblou geschorst. Plus de blessures van Andrew Gallet en andere lang geblesseerden. Hoeveel heb jij gepiekerd van de week om die opstelling van de week rond te krijgen? Nou, ik denk met Frans 3 minuten. Dus weet je, nee, we hebben zelfs een plan al een drietal. Heb je een beetje gepokerd? Nee, een drietal weken geleden hebben we gesproken over. Dan wist je dat Job met vakantie ging. En we wisten dat Marco de Vries een bruiloft had. We staan er van tevoren al op geanticipeerd van, nou, we laten Lucas de rust minuten maken in het tweede elftal. En terug van de blessure. Dus dit was eigenlijk nou niet ingecalculeerd, maar wel rekening mee gehouden van stel door dat de situatie is. Dat kunnen we gaan brengen. Alleen de enige wat we hier en vandaag geschoven hebben, is dat we andere resultaten gepresenteerd hebben. Wat gebeurt er op een gegeven moment, Johan, als die 3-2 op het bord staat? Ze maken meer. Dan weet je dat de tegenstander een tik om de oren krijgt. En dan, ja, dan moet je wel iemand vooruit druk blijven geven. En dan hopen dat je nog een mogelijkheid gaat kijken. En ja, dat is voetbal. 3-2 is zo'n stand waar je
dat je in deze situatie niet wil hebben. Nou ja, je ziet het dat we de hele wedstrijd geprobeerd hebben om druk erop te houden en dat resulteerde in 3-3. Ja, want die druk bleef erop staan, hè, uiteindelijk. Ja, dat is ook ons spel. Zo willen wij ook spelen. En daarom is het zo zuur dat je met een 3-0 achterstand en dat je alle zijden bij moet zetten. Want ik vind het een heel onnodig puntverlies of puntenverlies hier in Nunspeet. Dat was heel onnodig. Ja, maar toch in 10 minuten tijd in ieder geval 1 punt gered. Ja, 1 punt gered. Mag je zo stellen, 1 punt gered? Ja, 1 punt gered. Ja. En aan de andere kant, ja, 2 verloren, Erwin. Uiteindelijk, als je er binnen voorstelt, ja, dat zag ik net al, over 90 minuten gezien, over het veldspel, is het eeuwig zonde dat we die 3-0 voorsprong weggeven. Maar ja, met alle emotie omheen, daar heb ik nog steeds geen vrede mee, maar uiteindelijk vind ik dat 3-3 ook een terechtuitslag is. Maar als je kijkt naar de wissels, hè, je wisselt Besselse voor Marco Dros. En later gaat ook Frank Boers eraf. Waren dat noodzakelijke wissels? Want je haalt wel de organisatie uit het team. Nou ja, een beetje die keuzes maak je bewust. Dat zeg ik vanaf de 65-70 kregen we minder controle op de tweede bal. Ja, Marco Dros kan heel goed tussen de linie spelen. Maar op dat moment is er ook heel agressief in de coaching. Frank was een noodgedwongen wissel. Dat was niet de insteek, maar die ging door de enkel heen. Nou ja, goed, en Hakim brengen we ook. Voor Frank dan, goed, aan de rechterkant pak je nog eventjes Hichem erin. Want het was gewoon gestreden. We waren op een gegeven moment moe. En met Lucas, die moest 9 minuten maken, doorgedwongen. En je zag dat we daar op een gegeven moment de controle niet meer hadden. En niet meer naar voetballers zelf toe kwamen. Dat is een beetje een sleutel. Dan wist je volgende week ook van Wetering, de spits? Ja, die krijgt 2 keer geel vandaag. Ja, de eerste is niet al te slim. De tweede, ja goed, die krijgt hij dan. En dan sta je op een gegeven moment 10 minuten aan spelen. Maar dan balen wij, maar dan baalt die jongen zelf nog het meeste van. Ja, er werden wel nogal wat overtredingen vandaag gemaakt, hè, aan beide kanten. Ja, die worden elke wedstrijd gemaakt, toch? Maar wel forse. Ja, ik zat er wel het forse bij. Het was een beetje overmeer en ik vond er wel mee van. 2 punten na 2 wedstrijden, Johan. Vorige week 0-0 tegen hier en nu 3-3 hier in Nunspeet. Waar was je van uitgegaan? 6. En wat gaat er nu gebeuren? Nee, dat begrijp ik, maar ga je iets veranderen? Ja, weet je, je zit nog in een bepaalde emotie na zo'n wedstrijd en moet je even gaan relativeren en aankomende dinsdag of vanmiddag dan spelen we altijd met mijn collega trainer, spelen we die wedstrijd nog eens door en dan komen we wel een beetje zoet. Succes de komende weken. Erwin, ga je met Frans ook weer praten? Dat doen we bijna dagelijks, dus het zal deze week niets anders zijn. Hey joh, dinsdag gaan we weer een vervolg maken. Kijk, als ik zie ten opzichte van vorige week wat voor stappen we gemaakt hebben ten opzichte van de stories. En de compactheid, dat zeg ik een groot compliment hoe we van de week getraind hebben. Het heeft zich vandaag helaas niet uitbetaald en nu is het opwerken naar vorige week. Je was er heel dichtbij in ieder geval. Ja, maar ja, zeg mevrouw wel eens maar. Ja, maar we hebben ze over voetbal toch? Ja, maar die zegt ook wel eens dat ze heel dichtbij. Ja, dat is zo. Volgende week nog 37 uit in Vriesbeen. Ja, gewoon gras. Dat was ook weer een heel lastig uitdruk. En goed, deze week wordt het misschien wel iets meer puzzel. Komt Brian ons terug van vakantie van bruiloft. We missen Las, maar we komen die jongens toch in beschikking. En volgende week zal dat weer gemotiveerd en getergd staan. Succes met het puzzelen deze week samen met Frank Borstel. Hij staat in ieder geval heerlijk aan een biertje. En ik denk dat jij dat dadelijk ook gaat halen. En Johan uiteraard ook. Dat was het vanuit het business hub van de voetbalvereniging Nunspeet. Waar we na hebben gesproken over de wedstrijd. Nunspeet en de VV Barneveld. Na een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. Eindigt in 3-3.